ben geboren in Marokko in Rabat. Ik was 4 jaar oud toen ik ben begonnen met mijn zus karate. Op mijn 8e ben ik als diplomatieke familie naar Nederland gekomen. Mijn vader werkte in de ambassade. Toen ben ik gaan boksen en voetballen. En op een gegeven moment was ik agressief op voetbalvelden. Ben ik gaan kickboksen, daar heb ik mijn discipline opgebouwd. En sinds mijn 12e kickboks ik. Kon ik mijn agressie kwijtraken op kickboksen. En daar heb ik mijn discipline opgebouwd en was ik van de straat. Kickboksen heeft me eigenlijk een beetje op het rechte pad gezet.